Feesten in Versailles waren nooit een kleine gebeurtenis. Muziek, dans, toneel en vuurwerk waren gebruikelijk. Vaak waren de festiviteiten groots van opzet en konden ze bij elkaar meerdere weken duren. Het formaat was zo enorm om zo te bevestigen hoe groot en prachtig het Franse Hof en de koning was. Doordat de feesten zo groot waren, gaf het de mogelijkheid om heel veel mensen uit te nodigen om aanwezig te zijn. Op deze manier lukte het Lodewijk XIV om veel mensen aan zijn hof te binden. Als hoveling moest je namelijk aanwezig zijn, anders telde je niet mee. Het extra voordeel voor Lodewijk XIV was dat hij zo iedereen kon controleren. Deelgebieden konden geen zelfstandige plannen ontwikkelen. André Philibien was de officiële schrijver van het hof. Hij was degene die de hoffeesten documenteerde. De documentaties werden gebonden in boeken. Deze boeken functioneerden weer als een propaganda voor het Franse hof. Zo konden ze indruk maken op andere hoven. Lodewijk XIV kon via de beschrijvingen en de wijze waarop deze geschreven waren bepalen hoe hij herinnerd wilde worden. Hij kon via de teksten zijn koningschap voor eeuwig levendig houden. Hier zien we een voorbeeld van een programma van festiviteiten in Versailles. In 1674 werden er feestelijkheden georganiseerd om de overwinningen in oorlogen van de voorgaande jaren te vieren. Frankrijk was in die tijd in oorlog met Nederland, 1672 tot 1679. Frankrijk viel Nederland binnen, maar vierde aan het begin weinig zeges. In 1673 lukte het de Fransen om Maastricht in te nemen. En in 1674 bij de tweede verovering van Franche-Comté. Ter ere van deze overwinning werd er in juli en augustus van 1674, toen de koning terug in Versailles was, een groot feest gehouden. Feesten, ceremonies, kunst en architectuur waren en andere instrumenten om indruk te maken op Europa, maar dan in minder gewelddadige vorm. Feesten waren een grote lofuiting voor de koning. Lodewijk XIV organiseerde de hoffeesten natuurlijk niet zelf. Hij gaf alleen de opdracht. De hoffeesten waren in handen van de hertog de Saint-Angien, een edelman die hoog in de koninklijke gunst stond. Maar de koning was altijd betrokken bij de spektakelstukken, zodat alles naar zijn zin en smaak zou gaan. Zoals het programma laat zien, waren de weken van festiviteiten vol met grote banketten. Tijdens deze banketten werd er vaak muziek gespeeld. Verantwoordelijk voor de muziek waren de hofcomponisten. Een van de belangrijkste componisten van Lodewijk XIV was Jean-Baptiste Lully. Tijdens het feest vonden de banketten iedere keer op een andere locatie in Versailles plaats. Zo werden alle pracht en praal goed gezien en toonde hoeveel rijkdom Lodewijk bezat. De banketten waren ook vol ceremonies. Voor bijvoorbeeld het inschenken van wijn waren alleen al 4 personen nodig die een ceremonie uitvoerden van wel 5 minuten. De schotels met eten werden gedragen door een edelman vanuit de keuken, die een halve kilometer verwijderd was van de tafel van de koning. De stoet van schotels en edellieden werd voorafgegaan door een deurwaarder, een voorproever en een hofmeester met daarachter nog eens 3 fuseliers, ofwel soldaten. Alles om te laten zien hoe belangrijk Lodewijk en zijn hof zijn. In de prachtige tuinen waren vele vijvers en fonteinen. Fonteinen waren een manier om het water te beheersen.
De fonteinen zijn versierd met beelden van goden, mythische figuren en de seizoenen. Allemaal onderworpen aan de macht van de koning, zoals absolutisme voorschrijft. Voor al die fonteinen was ontzettend veel water nodig. Ze werden dan ook alleen aangezet als de koning aankwam wandelen. Een van de spectaculairste wateren van Versailles is wel het Grand Canal. Een kanaal van wel 1560 meter lang en 120 meter breed. Het Grand Canal was zo groot dat het werd gebruikt om zeeslagen na te spelen. Lodewijk XIV liet speciaal voor het Grand Canal een dozijn gondels uit Venetië over de Alpen heen naar Frankrijk komen. Ook de bijbehorende gondeliers liet hij meekomen. Zo kon Lodewijk XIV en een aantal belangrijke gasten lekker over het water varen. Dit werd vaak als entertainment gedaan tijdens feesten, zo ook in 1674. Theaterstukken waren een belangrijk onderdeel van de hoffeesten. Versailles had geen permanent theatergebouw. Daarom werden er zowel binnen als buiten tijdelijke podia gebouwd. Zo werd er tijdens de festiviteiten opgevoerd in de tuin, voor de grot van Tessy. Grotten waren geen natuurlijke, onbewerkte plekken. Ze waren juist rijkelijk versierd, vol met schelpen, nimfen en verwijzingen naar het klassieke. De grot van Tessy gaat ook weer over Apollo. Het was de grot van een zeenimf, genaamd Tessy. Apollo rustte daar nadat hij met zijn wagen de hemel verlicht had. Een belangrijke en mooie plek die goed kon dienen als podiumplek voor een voorstelling. Voor de grot werd een tribune gebouwd. De koning krijgt hier uiteraard de beste plaats om het theaterstuk te bekijken. Hij zat in het midden en heeft zo een ongehinderd zicht. Vanuit zijn punt is het decor perfect symmetrisch. Ook zat hij optimaal ten opzichte van het orkest dat de muziek bij het stuk verzorgde. Doordat Lodewijk XIV zo centraal zat, konden de spelers zich makkelijk tot hem richten. De rest van de toeschouwers konden behalve het toneelspel ook de koning goed zien. Het toneelstuk dat tijdens de festiviteiten van 1674 werd opgevoerd was Le Marmalade Imaginaire, de ingebeelde zieke. Geschreven door Molière en de muziek door Lully. Zij werkten vaak samen. Dit stuk is een ballet-comédie. Een ballet-comédie zijn blijspelen, waarbij het verhaal wordt afgewisseld met balletten. Lodewijk XIV was dol op ballet. Hij danste zelf ook meerdere malen in een voorstelling mee. Le roi danse! De ingebeelde zieke bestond uit 3 actes, 3 tussenspelen en wordt voorafgegaan door meerdere inleidingen, waaronder een pastorale. In deze pastorale brengt de Romeinse godin Flora, de godin van de lente en bloemen, een groep herders en herderinnen het bericht dat Lodewijk XIV is teruggekeerd van de oorlog. Het was heel gebruikelijk dat klassieken een belangrijke rol speelden in toneelstukken. Op deze manier kon er een verbinding worden gemaakt tussen de kunst uit de eigen tijd en de kunst van de klassieke oudheid. Deze verhalen werden weer verweven met verhalen over Lodewijk XIV. Door hem op te nemen in een klassiek stuk wordt hem de grootsheid van de klassieke goden toegekend. Hij wordt met het stuk dus geëerd. Door de klassieke elementen te gebruiken in zijn stuk liet Molière zien dat hij de klassieken kende.
Het was een blijk van goede smaak en opvoeding. Dit gaf hem status. In het begin werden de belangrijke dansrollen alleen door mannelijke hovelingen uitgevoerd, zoals ook gebruikelijk was bij de Griekse tragedie. Vaak droegen de dansers kleine maskers. De rol die hij als hoveling had in een stuk was een weergave van zijn status aan het hof. Je kon dus geen vergissing hebben. Mocht dat gebeuren, was je meteen van je goede positie af en zakte je op de maatschappelijke ladder. Het kostte dan ook jaren om weer terug te komen op je oude positie. Je moest dus goed kunnen dansen, ook tijdens de hofbals. Behalve blijspelen werden er ook tragedies opgevoerd. Dit was het belangrijkste opera-genre aan het hof. Vele werden geschreven door Jean-Baptiste Lully, zoals ook tijdens dit feest opvoerde. Alceste. Ook bij de tragedies zijn de mythes belangrijk. Alceste is gebaseerd op de mythe van Alcestis. Een verhaal over een koning die haar leven geeft, zodat haar stervende man kan leven. Het werd meer dan alleen een opera. Het was een hele theatershow. Lully zorgde ervoor dat de beste kunstenaars meededen aan zijn stuk. Perrin als kostuumontwerper, Beauchamp als choreograaf voor het ballet en de architect Fagirani voor de decors. Drama, muziek, dans gingen samen. Er waren zelfs machinale constructies en decorwissels. Het was een groot spektakel.